Het is vandaag een prachtige dag. Het is niet al te druk en mijn dienst duurt van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds en we zijn ondertussen al 2 uurtjes bezig. Net hebben we een patiënt naar het ziekenhuis gebracht met een serieuze drukverslaving en een grote ontsteking. Soms komen we wel eens bij patiënten die door hun situatie te vies zijn om aan te pakken en deze keer was helaas geen uitzondering. De vrouw was ongeveer 40 jaar, maar als je zou zeggen dat ze 70 was, zou je het ook geloven. Ze woonde in een schitterend huis aan het water. Althans, van buiten. Want binnen was het een waar slagveld, om het maar even plat te zeggen. Maar goed, daar gaat dit verhaal deze keer niet over. We zijn op de terugweg van het ziekenhuis en we zitten vast in een langzaam rijdende file. Heel af en toe schiet er een auto over de vluchtstrook en zelfs een vrachtwagen kan het niet laten om over de vluchtstrook de hele file voorbij te racen. Maar eerlijk gezegd ben ik wel blij dat ze dat doen. Want anders zouden er minder spannende ongevallen op de snelweg zijn. En een interessant ongeval vind ik nu altijd eenmaal leuker dan een reanimatie. Sorry, maar ja, dat zo is nog eenmaal. En dan klinkt het over de portofoon. Wagen 125, zijn jullie op luisteren? Dat betekent simpelweg, hallo, horen jullie ons? Maar dan volgens de eteretiketten die we op de ambulance volgen. Ja hoor, we horen het. Vertel het maar, is ons antwoord. De meldkamer vervolgt, willen jullie gaan onder A1, dus met zwaailichten en sirene, naar de singel? Hier is een meisje van 8 jaar met de voeten tussen de spaken vast komen te zitten. Politie en brandweer rijden ook om haar te bevrijden. Haar zusje schijnt gevallen te zijn. Door het acuut blokkeren van het achterwiel is het zusje, waar het meisje achterop zat, dus blijkbaar te val gekomen. Willen jullie op voorhand een tweede wagen mee of gaan jullie even kijken? Ja, weet je, we gaan wel eerst even kijken, is ons antwoord. In de meeste gevallen is een gevallen fietser niet meer dan een schaafwondje. Maar een voet tussen de spaken van het achterwiel, dat kan wel eens heel anders uitpakken. Na een kort stukje met zwaailichten en sirene langs de file, met toestemming te hebben gereden, en een stukje door de stad te hebben gescheurd, komen we aan bij het slachtoffertje. De politie volgt vlak achter ons en in de verte horen we de brandweer aankomen. We stappen uit en meteen begint het meisje hartverscheurend te huilen. Eerst dacht ik dat het aan mijn collega lag, maar ze gaf eigenlijk aan dat ze gewoon heel veel pijn had. Sorry, hij luistert vandaag even mee. Het meisje was zelf niet van de fiets gevallen, maar ze staat met 1 been op het grond. Haar zusje is wel gevallen, althans van het zadel gegleden en had een beetje last van de pols. Wel zit het zusje nog steeds vast. En het vreemde is dat ze niet tussen de spaken van het wiel zit, zoals we wel vaker meemaken, maar tussen de wiel en de boom. Dat is waar het wiel aan hangt, het dikke metalen gedeelte. Daarin zit ze vast. En dat is niet echt veel ruimte waar je een voetje zou kunnen verwachten. Maar ja, loskomen, dat lukte haar ook niet. Ondertussen komt de moeder in paniek aangerend met de tranen over haar gezicht. Het zou vlak bij huis zijn gebeurd. De brandweer pakt een schaar uit een wagen en binnen enkele tellen is de fiets totaal naar de knoppen. Maar het meisje is bevrijd. We tillen haar in de ambulance en we beginnen ons onderzoek. Het lijkt erop dat ze veel geluk heeft gehad en ze geeft aan geen pijn te hebben die je eigenlijk bij een breuk zou kunnen verwachten. Maar goed, we hebben veel aan boord, behalve een röntgenapparaat. Dus voor de zekerheid adviseren wij om wel even naar het ziekenhuis te gaan voor een foto. Als de moeder het aandurft, mogen ze ook samen met hun eigen auto op het gemakje naar de eerste hulp. Maar daar denkt het meisje heel anders over. Nee, gilt ze. Mijn collega en ik kijken elkaar aan en we denken zonder iets te zeggen hetzelfde. Het arme kindje. Ze wil zeker niet naar het ziekenhuis. Maar dat hadden we verkeerd begrepen. Ze wil wel naar het ziekenhuis, alleen dan wel met een ambulance. Want ze vindt het namelijk vreselijk interessant achter in die ambulance. Nou ja, weet je, we moeten toch die kant op, want de post zit daar vlak naast. Dus na een kort overleg met de moeder besluiten we om haar dan toch maar mee te nemen. Kwaad kan het zeker niet. Onderweg naar het ziekenhuis zit dat meisje met een hele grote glimlach naar buiten te kijken. Ook vraagt ze mij of die sirene nog even aan mag. Maar er zijn grenzen, dus dat gaan we zeker niet doen.